spanning en stress voor honden, ja, dat is gewoon niet goed. Het is topdrukte bij de hondenuitlaatservices. In de regio Maas en Waal is er bijna geen plek meer. Dat merken ze ook bij hondenservice Wijze Wolf in Beuningen. Met name het laatste half jaar, omdat de mensen dan weer meer naar kantoor gaan. Dat er toch wel veel mensen zijn die vragen of ik plekje vrij heb in de groep om hun hond mee te nemen. Ja. Zodat de hond niet alleen thuis zit en ja, ze lekker kunnen spelen met andere soortgenoten. En dat kan best een omschakeling zijn voor zo'n beest. Helemaal omdat baasjes tijdens de coronaperiode veel thuis hebben gezeten. De hond die, is natuurlijk een roedeldier en is heel erg vertrouwd, gehecht geraakt aan de baas en ook aan het karakter van de baas. En mensen hebben toch wel een bepaalde stress omdat ze weten, hey, die hond moet ergens heen of ik moet ergens heen. En spanning en stress voor honden, ja, dat is gewoon niet goed. Toch kan een uitlaatservice voor veel honden een goede optie zijn. Ik vind het een heel goed initiatief van mensen die gebruik maken van een hondenuitlaatservice. Omdat dat het moment is dat ze uit de spanning zijn, uit de sfeer thuis. En echt even helemaal hond kunnen zijn. Honden mogen niet zomaar mee met een uitlaatservice. Er is een aantal eisen. Voordat de hond bij mij terecht mag komen, ga ik bij de mensen thuis op een soort kennismaking. Wil ik zien wat voor een hond het is, of het een sociaal dier is. En dan neem ik hem mee met een proefhandeling. Eigenlijk is het meestal het geval dat het wel klikt. Meestal zijn de honden sociaal. En als ik plek heb in de groep en de hond past in de groep, ja, dan mogen ze gebruik maken van mijn diensten. Ik zie nog niet gebeuren dat het echt rustiger gaat worden met vraag naar uitlaatservice. Ik zie wel dat er steeds meer uitlaatservices bij komen, waardoor het aanbod dus groter wordt en meer mensen gebruik kunnen maken van de diensten.